Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pockify. Ik heb vandaag iets leuks op AliExpress gevonden en dat is een Game Boy. Er komt weer een beetje nostalgie van mij weer voor van vroeger. Ik heb vroeger natuurlijk een Game Boy gehaald. Wie niet eigenlijk? Vroeger, dit was gewoon de shit. Natuurlijk is dit niet een originele Game Boy, dit is gewoon een fake Game Boy van AliExpress. En hopelijk zitten er 400 games op en zijn dit niet, is het niet de naam van het apparaatje, want anders ben ik gewoon genaaid. Maar het had wel veel positieve reviews, dus ik ga ervan uit dat het gewoon een goed product is. Dus dit is het dus, een klein apparaatje, een doosje, hier kwamen we het in. Ziet er wel een beetje ingedeukt uit, maar niet al te erg, dus ik verwacht dat het apparaatje gewoon goed in orde is. Weet je, laten we niet te veel lullen, want zo ben ik ook alweer. Nu ga ik weer lullen, zie je, dan heb je dit weer. Ik ga jullie meteen naar de unboxing brengen. Oké, dus hier is het doosje. Ik zal hem even open doen om jullie te laten zien wat er allemaal zo in zit en hoe het verpakt is. Dus we schuiven dit uit. Ik heb ook nog een extra controller bijgespeeld, want je kan namelijk... Ik heb een extra controller erbij gekocht, omdat ik zag dat je namelijk met twee personen kon spelen. En dat leek me best wel vet, want ik heb hier ook nog een lieftallige cameravrouw die natuurlijk ook wil meespelen. Anders ben ik natuurlijk de hele avond zelf aan het spelen en dan zit zij weer van... schat, kom naar bed! Stop het gamen! Dan heb ik iets van, nee, ik heb een dikke Gameboy, ophouden. Ik wil gewoon lekker gamen. Dus dit is het apparaatje, jongens. Een dikke Gameboy. Dus als eerste wat je kan zien, zijn dat het een knopje heeft. Het zijn wel hele mushy, zachte knoppen. Het is niet echt zo'n tactile gevoeltje. Beetje zo tak, tak, tak. Dat heb je hier niet op. Waarschijnlijk hadden vroeger de Game Boy dat ook niet. Ik weet het al niet eens meer. Het is zo lang geleden. Het is echt van basisschooltijden nog voor mij. Je hebt hier één, weet ik veel wat het is. Ik zal in het doosje kijken hieruit. Je hebt een TV-out, dus dat is dit dingetje. Je hebt een adapter in. En dat is natuurlijk gewoon je stroom. Om stroom op je. Gaat! Is natuurlijk om stroom op je in het apparaat te krijgen. Om het batterijtje op te laden. Want als het goed is, zit hier gewoon een batterijtje in. Hopelijk, please. Ja, kijk eens. Zit hier gewoon een batterijtje in. Dus die, geen geklooi met van die irritante batterijtjes. Gewoon, je hebt een accu. Je laat hem gewoon hier via op. En dan is dat ding opgeladen en dan kun je gewoon lekker gamen. Dus de doos die belooft een aantal speeltijduurtjes wat je hiermee hebt. En dat is, even kijken, waar staat ook weer? 6 uren kun je hier de hele tijd continu mee gamen. Natuurlijk zijn er niet heel veel verrijzende games dat hierop zullen gaan spelen. Maar ik ben benieuwd, weet je, laten we het gewoon aandoen en we gaan even kieken. Dus als je hem aandoet, hij gaat ook gewoon... In de spiegel. Huh? Ai! Dus als je aandoet, het is ook gewoon meteen aan. Hier, bof, aan. Je hebt geen laadscherm of wat dan ook. Nou, misschien wel met de games trouwens, wie weet. Dus we gaan even Engels selecteren. Start. Ja. Oh, Super Mario. We hebben Mario 14, Mario 3, Dr. Mario, Mario Bros. Ja, kies maar gewoon. Kijk even wat we allemaal hebben. Kijk. Ja, 400 games. Wil je die allemaal bij elkaar? Robocop. Hot Wrestle! Dat klinkt wel heet. Ik doe die. Het is wel een beetje lastig dit. Ik snap er geen zak van. Oké. Oh, we hebben geveegd! Kom maar op. Oké, ik ben die trage gast eronder, zie ik. Hier spring ik. Oh, ik lig al plat op de grond voor mij. Oh nee, hier kom ik. Kom op, ik pak hem. Oh, piekiek hem daar, joh. Start. Wow. Ik denk ze net ook, ging er opeens terug. Maakt ja, niet uit. Helemaal niet. Oh my god. Oh. God dang it. Oké, nou ik heb twee levels. Levens. Twee levels. Ja, dat is slecht. Ai, bon, ik ben er niet gewend mee, wel. Ai, jongen, ik ben echt op zeker. Jongen, kijk hem. Te klein! Net als een real life. Ik denk dat we maar even twee players moeten proberen. Vind je ook niet? Ga ik jou helemaal. Helemaal wat? Inmaken? Mm-hmm. Denk je dat? Ja. Jij denkt dat je mij kan inmaken? Absoluut niet. Dus we hebben nu deze prachtige controller op aangesloten. Aan de Game Boy, zoals je ziet. En we gaan kijken of dit werkt. Hopelijk wel, want anders heb ik een extra geld verspeeld aan een ding dat toch niet werkt. Maar hoe kwalitatief dit ding is, heb ik best wel veel hoop in eigenlijk. Dus we hebben natuurlijk geen twee schermpjes. Dus zij moet kijken van mijn kleine schermpje af.
Nou, dan gaan we even selecteren. Wat gaan we van Mario weer? Start. Nee, start. I never know these buttons. Echt een satine keer dat je gewoon het start. Het doet gewoon Mario. Het doet gewoon Mario om het testen van of het werkt. Want net ja, want die vent kan niet Pac-Man. Hij kan niet Pac-Man doen. Ze zien toch niet wat we op ons schermpje hebben. Nou, oké, okay, Mario. Nee, okay, Pac-Man. Nee, Mario. Nee, we gaan nu al Pac-Man doen. Jij zit zo te zeuren, krijg je het ook gedaan. Mortal Kombat, dat kan sowieso. Oh, yes! Oh. Ja, Mortal Kombat werkt, jongens. Ah, oh, je wilt een controller? Oké. Okay. Nou ja, hou hem hier nou even aan. Ah, dat is wel een ding. Je moet wel een beetje goed houden. Ja. Jij bent je ding. Ah, ik heb weggewonnen! Okay, is een ruk. Sowieso, je hebt druk. Oké, jongens, dus twee players werkt ook nog daadwerkelijk. Alleen, ik moet wel zeggen, het is wel met je broer dat je mee scherm hebt. Dat is denk ik waarom de tv out. Hier zit de tv out, ik heb geen flauw idee hoe dat werkt. Dus waarschijnlijk moet je bij deze dingen aansluiten op je tv. En waarschijnlijk werkt het trouwens ook. Ja, twee players werkt dus. Je kan daadwerkelijk spelen met de controller en de Game Boy zelf. Dus dat is best wel vet. Eindoordeel. Very nice! Very good! Eens kijken. Maar goed, ik wil zeggen, het is echt een aanrader. Er zitten 400 games op. Zover de games die we uitgetest hebben zijn Pac-Man en Super Mario en Mortal Kombat. Werken allemaal. Dus ik verwacht ook wel dat al die andere games ook wel gaan werken. Het is een super vet product. Ik zou zeggen, probeer het gewoon lekker uit. Het is 11 euro met een controller bij. Ik kan ook zonder controller. Ja, en als je zegt van ik ben toch maar een one man army because coronavirus. Nou ja, dat kan natuurlijk. Dat is ook leuk voor de coronavirus, maar als je met de auto op reis gaat. Ja, onderweg in de auto, hartstikke leuk inderdaad. Maar goed, iedereen, dankjewel voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En linkje van het product zit in de beschrijving. Als je aankopen doet via het linkje, krijg ik een kleine commissie. Dus dankjewel alvast ervoor. Want, ik mag... Trend. Money. Ik mag toch verdienen. Money. Het kost jullie niks money. Zo, die is ook klaar. Jongens, tot de volgende keer.